Ja, goedemorgen allemaal, ook kijkers thuis. Het is vandaag zondag 28 oktober. En ik ga de dienst hebben over de antichrist. Maar ook over de opname en over de eindtijd. De tekst van vandaag is 1 Johannes 4. En dan eigenlijk is de tekst volgens mij vers 3. Maar ik ga hem ook even daarvoor en daarna lezen. Het zal verder ook gaan over de opname. Waarom? Omdat die zeer urgent is. En ik zal het gaan hebben over een stukje eindtijd. Ook openbaring 12 en 13 zal ik nog even bij langs gaan. En dan zal het ook gaan over de antichrist. En ook dat hij nu in deze wereld eigenlijk al aan de gang is. Dus daar gaat het deze preek over. Dan zou ik met jullie willen beginnen met de tekst. En dat is 1 Johannes 4 en dan vers 1 tot en met 6. Dus 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 6. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt. Dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God, wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Dat is de tekst. En daar gaat het even om dat hier staat dat de antichrist zal komen en dat hij hier eigenlijk ook al is. Maar wat hier ook staat is dat wij de geesten moeten beproeven. En dat is heel belangrijk. Wij moeten weten wanneer iemand spreekt vanuit God of wanneer iemand juist niet spreekt vanuit God. Dat betekent eigenlijk ook wel onderscheiding van geesten. En dan staat in vers 3. En dit is de geest van de antichrist waarvan hij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God. Maar er staat ook. Hij die in is, is meer dan is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Nu is het voor jou heel belangrijk. Ben jij van deze wereld of ben jij vanuit God? Er zijn eigenlijk twee keuzes. Of je bent van de wereld, wat vind je dan belangrijk? De wortel van elk kwaad is mammon. Dus op het moment dat jij geld zeer bovenaan hebt staan, dan mag jij jezelf afvragen, spreek ik wel vaak vanuit God? Of spreek ik juist van de wereld? En die twee gaan niet samen. Op het moment dat jij werk, familie, bovenaan hebt staan, spreek jij dan wel vanuit God? Of niet? Dat zijn eigenlijk vragen die je zelf mag afvragen. Nu ga ik straks ook verder op de antichrist, maar ik wil eerst even terug naar de opname. En eigenlijk wordt dat eerst even theorie, want ik ga vanuit het woord van God, wil ik jullie tot nadenken zetten, waarom ik 100% ervan overtuigd ben dat er, los van dat hij deze week komt, dat er een opname gaat komen. Waarom ben ik daar nou zo heilig van overtuigd? Maar misschien kennen jullie het vooral wel van de vuurpaden dat Elia naar de hemel gaat. Dus er komt er een koets aan met vuurpaden, met een vuur, dat hij naar de hemel gaat. En dat de Heer Jezus ook, hij stond op uit de dood en hij ging opgevaren naar de hemel. Dus als het goed is, zijn we er allemaal van overtuigd, als wij het woord van God erbij pakken, dat er een hemel is en dat je daar, als je daar naartoe gaat, dat je dan opgenomen moet worden. Als het goed is, ook de kijkers thuis zullen daar eigenlijk allemaal, want er staat in het woord van God, daar moet je eigenlijk wel mee eens zijn. Nu pakken wij Zacharia 14 erbij. Dat staat in het Oude Testament. Zacharia 14. En daarin staat eigenlijk heel mooi, dat is volgens mij het laatste boek van Oude Testament, of een van de laatste.
En dan gaat het over de wederkomst, want, en ik zet hem even vanaf vers 4 in. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, en dat gaat over de Heer Jezus. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen. Want het dal der bergen zal reiken tot Azal. Ja, gij zult de vlucht nemen. Zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, nu komt het, alle heiligen met hem. En dan gaat het even om alle heiligen met hem. Dus met andere woorden, alle heiligen, en dat zijn de mensen die de Heilige Geest hebben, dat zijn gewoon mensen, die zullen vanuit de hemel, zullen die terugkomen op deze aarde om zijn voetjes op de aarde te zetten. Dus hierin staat eigenlijk dat de mensen uit de hemel zullen komen wanneer de Heer Jezus terugkomt. Mm-hmm. Dan ga ik nu ook naar 1 Thessalonicenzen 4. Dat staat weer in het Nieuwe Testament. Dan nemen we elkaar even mee in de Bijbel. Dat is heel interessant. 1 Thessalonicenzen 4. Wordt vaak aangehaald bij de opname. En daar staat gelijk ook de teken van de opname. En dan ga ik hem even lezen vanaf vers 13. Want daarin staat ook gelijk tegen wie er gesproken wordt. Dus ook wie er meegaat met de opname. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders. Als je vorige week ook de preek geluisterd hebt, op het moment dat je broeders hoort, dan weet je dat het over de wedergeboren christen gaat. Wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heeren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heeren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken. Dus er zal een teken komen. Bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ene bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achtergebleven samen met hen op de wolken in de oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. De Heere tegemoet in de lucht. En nu pak ik hem er even weer bij. Als je keek naar Zacharia 14, daar stond er dat de Heer Jezus zal komen hier op aarde met als een heilige, dus met allemaal mensen. Hoe kan het zo zijn dat, stel je voor, de Heer Jezus zal geen opname zijn, hoe kan het dan zo zijn dat hij aan de ene kant komt hij terug met heel veel mensen en aan de andere kant komen er opeens mensen die hier opstaan? Dus dan zou het eigenlijk zo zijn, dus dat snap ik eigenlijk niet. Dan zou het eigenlijk zijn dat de ene helft van de gelovigen, of de wedergeboren, die zal opstaan. En de andere helft zal terugkomen op witte paren. En die zullen dan terugkomen. Dus er moet wel iets zitten van, er moet iets tussen zitten. En dat is de opname. Dus dat wou ik nog even duidelijk erbij zetten. En dan wou ik ook nog 1 Korinthe 15 aanhalen. Want straks, en ik geloof dat hij heel snel is, straks zal de opname zijn. En dan wil ik mensen nog voorbereiden dat er niet alleen maar mensen zullen zijn die opstaan uit de dood, maar er zullen ook andere mensen veranderd worden. En een verheerlijk lichaam krijgen, ook wel gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus. En dan staat er 1 Korinthe 15. En daarmee haal ik ook gelijk onderuit dat de Heer Jezus al terug is gekomen. Want hoe kan het zo zijn dat de Heer Jezus al terug is gekomen, als er nog geen mensen nog niet een verheerlijk lichaam hebben? Dat kan nog niet, want het vergankelijke moet onvergankelijk worden. En in 1 Korinthe 15, vers 50, en daarvoor gaat het er ook helemaal over, zal ik dat even met jullie lezen. En dit spreek ik evenwel uit, broeders, dus weer tegen de wedergeborenen. Vlees en bloed kunnen
het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. En dan komt die bazuin, wat we net ook gelezen hebben bij 1 Thessalonicense 4, komt hier ook heel duidelijk terug. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen opstaan. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, ook al opgestaan. En wij zullen veranderd worden. Dus hierin staat eigenlijk dat op het moment dat de opname aanstaande is, dat de doden zullen opstaan, zullen er ook mensen een verheerlijk lichaam krijgen. En dan weet je, die mensen die een verheerlijk lichaam krijgen, dat waren de wedergeborene christenen. Want je kan alleen een verheerlijk lichaam krijgen op het moment dat jij de Heilige Geest in je hebt. En niet de Heilige Geest op je hebt gekregen ooit. Nee, je moet de Heilige Geest niet in je hart leven. En alleen de Heilige Geest leeft in je hart op het moment dat jij hem beleden hebt als Heer van je leven. Maar ook op het moment dat jij je tankje gevuld houdt. En hoe doe je dat dan? Dat doe je door te doen wat God van jou vraagt. Dan wil ik graag met jullie mee naar de Antichrist. Want dat is ook zeer urgent. Dat is Openbaring 12. En dan beginnen we even vanaf vers 1. Want om ook even aan te geven dat we in de eindtijd leven. Op 23 september 2017 stond er een teken aan de hemel. En dat teken gaan wij nu straks lezen. Ook op 27 juli 2018 stond er een teken in de hemel. Dat gaan we straks ook lezen. Wat we straks ook gaan lezen, en dan mag jullie het straks thuis doen. Dezelfde ween die straks terugkomen in het eerste beeld. Die zie je straks ook terug als je dat thuis even leest. En het gaat over een dief in de nacht. 1 Thessalonicense 5. Daarin staan diezelfde ween die ook in het teken beschreven staan. Dus we gaan vanaf vers 1 lezen, Openbaring 12. Dan zal ik dat straks nog een keer aangeven. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. En nu stop ik even. Want dit was het eerste teken dat dus op 23 september 2017 aan de hemel stond. En nu staat er in vers 2, en zij was zwanger. En op het moment dat iemand zwanger is, dan doet het pijn. Dan komen de ween. Ik heb er zelf niet zoveel verstand van, want gelukkig word ik dat niet. Maar in 1 Thessalonicense 5 staat wel, want het is ook geestelijk, dat hij komt als een dief in de nacht, maar niet voor degenen die in het licht komen. En dezelfde ween die hier in Openbaring 12 staat, die komen ook weer terug in 1 Thessalonicense 5. Waarom? Omdat de kinderen van God, die worden voorbereid op het bruiloftsmaal. En waarom? Op het moment dat iemand een bruiloft geeft, de genodigden worden van tevoren uitgenodigd. Dus vanaf vers 3 komt het teken van 27 juli 2018. En er werd een ander teken, dus een ander teken, in de hemel gezien. En zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Als je toen het nieuws in de gaten hebt gehouden, toen waren er ook heel veel vallende sterren te zien. En dat is eigenlijk ook een teken dat hij eraan zit te komen, want er staat al beschreven in Openbaring 12. Een openbaring is ook wel een boek die openbaart, toen op dat moment is dat door Johannes geschreven, die openbaart wat er in de toekomst en vooral in de eindtijd staat te gebeuren. Dan gaan we verder. En dan staat er, en de draak, en dat is de Satan, en dat is goed om te weten, want de Satan, die gaat straks regeren op het moment dat wij opgenomen worden. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal woeden met een ijzeren staf, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden.
in die 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. En dat is even goed om te weten, want de verdrukking zal 3,5 jaar en nog eens 3,5 jaar zijn. En na 3,5 jaar zal er nog een opname komen. Dat kun je lezen volgens mij ook in hoofd in Openbaring 14, vanaf vers 14. Dus er zal na 3,5 jaar nog een opname komen. En dan wil ik jullie nu meenemen naar vers 7, want daarin staat dat er oorlog is in de hemel. En die oorlog is er nu. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Dus met andere woorden, er is nu op dit moment oorlog van Michael tegen de draak, tegen de Satan, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, dus die bieden echt weerstand. Maar hij kon geen stand houden, dus de Satan zal overwonnen worden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd geworpen, de oude slang, die genaamd wordt de duivel, en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, dat zijn de wedergeborenen, die worden aangeklaagd in de hemel. Vandaar dat er ook heel veel leugens over ons verspreid worden. Die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Want de Satan weet heel goed dat hij nu ook weinig tijd heeft. Hij gaat er rond als een brullende leeuw. Hij weet dat. Hij weet dat hij nog maar eventjes de tijd heeft om de wereld te verleiden. En dat doet hij ook. Hij doet dat ook met walleer. Hij doet dat ook met genadeleer. Hij doet dat met leer die zegt dat Jezus al lang teruggekomen is. Tuurlijk laat de Satan dat inpraten. Want op het moment dat jij hem niet verwacht, Openbaring 3 vers 10, dan je moet hem verwachten. Het is een bevel om hem te verwachten. Anders neemt hij jou niet mee, want anders heb jij het bevel niet bewaard en zal hij jou ook niet bewaren voor de uren die verzoeking die zal komen op de aarde en dan zal de antichrist zal regeren en dat is Openbaring 13 en die ga ik samen met jullie nu lezen. Dus dat is het laatste deel van de preek, dat is Openbaring 13 en dat, daarin staat eigenlijk voor eigenlijk maar een klein deel, want er staat nog veel meer in. Ja, dat de hel los zal breken, hier straks, op het moment dat de kinderen van God weg zijn. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van godslasteringen. En het beest, dat is de Satan, dat ik zag was als een luipaard gelijk. En zijn poten als een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als een dode gewond. En zijn dodelijke gewond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Dus hierin staat al dat op het moment dat straks het beest komt, dat is de Satan, dat de wereld hem achterna zal gaan. Dus je bent daarmee gewaarschuwd. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven, en nu let op, dit 42 maanden lang te doen. 42 maanden lang, dat is 3,5 jaar. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Want op dat moment wonen er heel veel mensen in de hemel. Want dan zijn de mensen opgenomen in de hemel. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren. En hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Dus dat is op het moment dat, want er zullen dan ook mensen zijn die gaan kiezen voor God.
Maar die zullen de Satan, zullen die achtervolgen hier op deze aarde op het moment dat er verdrukking is. Dat zal gebeuren. Die zullen niet zomaar meer in God mogen geloven. Dat zullen we straks nog wel lezen wat ermee kan gebeuren. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen die op dat moment in de verdrukking leven. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens, als die van het lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit en het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden welke dodelijke wonden genezen was. Daar hadden we net over gelezen op het begin. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs uit vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken. Dus er zullen straks rare dingen gebeuren en mensen zullen erachterna lopen. Die zullen dat gaan geloven en dat gaan vereren. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaren, gedood werden. Hier stop ik even. Gedood werden. Op het moment dat jij dus niet kiest voor de Satan, zul jij gedood worden. Straks in de verdrukking krijg jij de keus. Of je wordt gedood om Christus naam wil, of je kiest voor de andere kant. En daaruit blijkt ook de volharding van de mensen die echt voor God gaan kiezen. Dan gaan we verder. Vers 16. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven werd op hun rechterhand of op hun voorhoofd. De chip. Die nu al zo klaar is dat hij vanaf morgen eigenlijk al ingesteld zou kunnen worden. Mensen, ik probeer jullie wakker te maken dat wat hier beschreven staat in de Openbaring, dat dat nu is de tijd. Dat dat nu is en dat de antichrist, de nieuwe wereldorde, dat hij er klaar staat om eigenlijk alles al over te nemen. Achter de schermen, de Bilderberggroep, alles, die staan klaar om de wereld hier over te nemen, om alles naar hun hand te zetten. Typisch voor een grap in, nieuwe wereldorde. En je zal zien dat eigenlijk alles al klaar staat. Maar voordat dat zal gebeuren, zal God ingrijpen. Hij zal met grote heerlijkheid komen, want hij gaat er niet mee akkoord. En ook de heiligen zullen er niet mee akkoord gaan. Dat de antichrist zal opstaan, dat de nieuwe wereldorde zal opstaan. Daar gaan wij niet mee akkoord. Nee, we gaan er ons tegen verzetten. We gaan niet de chip in onze hand laten nemen. We laten onze vrijheid niet afnemen. Dat doen we niet. Nou, dan gaan we door. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekent het getal van de beest. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. En daarmee ook gelijk de waarschuwing. 666 komt heel vaak voor op van allerlei dingen. Dat zal het teken zijn dat straks de macht heeft. Maar kies nu nog voor God en je gaat mee. Kies voor God, laat je oude leven achter en je gaat mee. Ik geloof persoonlijk zelf, en ik moet het ook zeggen, dat ik volgende week hier helemaal niet meer hoef te preken, want dat het zo dichtbij is. En daarmee wil ik ook afsluiten. Mensen, word wakker, want hij gaat komen. In Jezus' naam. Amen.